Dat is ook een heet hangijzer geweest dit jaar. Hè? De Vlaamse identiteit, wat is dat? Ik heb het gevoel dat we in een identiteitscrisis zitten met het gewest. Want het moest per se neergeschreven worden dit jaar. We hebben een Vlaamse grondwet gekregen. Eindelijk, want... Zet er iemand op te wachten hier? De Vlaamse grondwet. Handvest heet het trouwens. Noem het dan grondwet. Hè? Handvest, dat klinkt een beetje gelijk het interne reglement van een kruisbooggilde, vind je niet? Ze verboden te vindelswaaien tussen 2 en 4 op een zondag. Zo klinkt handvest voor mij. Hè? Geert Bourgeois had een andere poging gedaan om de Vlaamse identiteit op te schrijven. In een gids, Migrating to Flanders. Ik heb hem uitgeprint. Je kunt hem vinden op de site van de Vlaamse overheid. Migreren naar Vlaanderen. Starterspakket voor familiemigranten. Een knuffel Marokkaan op de voorkant. Hè? En hier staan tips voor migranten over wie wij Vlamingen zijn. En dames en heren, voor we verder gaan, ik verzin dit niet. Geert Bourgeois heeft dit verzonnen. Hier staan tips in gelijk bijvoorbeeld. Punt 1. Iemand pijn doen, ook uw partner of kinderen, is verboden. Tenzij dat je een bosmaaier in een koffer hebt liggen, dan kan het gebeuren. Nog eentje. Veel Vlamingen staan heel vroeg op. Sommigen zelfs om 3 uur. Zijn er mensen die misschien deur moeten omdat ze... 3 uur! 'S middags om te gaan doppen dan, of zo. Oh, deze is mijn favoriet. Het regent vaak in België. Wacht, beste komt nog. Je moet altijd je paraplu meenemen. En best een warme trui. Zit dat migreren of vertrekt op scoutskamp strak? Dit sturen we aan een volwassen mensen toevallig met een andere kleur, hè? Tini wordt Vlaming, dat er hierboven kunnen staan. Is geniale literatuur, hoor, by the way. Vlamingen leven niet op straat. Ze leven in hun huis. Mariette loopt er weer een op straat, hè, buiten. Het zal wel een braaien zijn, hè? Woe! Vlamingen houden van rust. Na 10 uur 's avonds mag er geen lawaai meer gemaakt worden. Oh nee, om 3 uur 's morgens moet hij al terug opstaan. Allee, man. Dat is toch niet wie dat wij zijn als allemaal hopen. Okay? Een starterskit voor migranten. Wat zit er nog in die kit? Zo'n Vlaamse lijfsticker voor op een nummerplaat en een DVD van de kampioenen? Come on. Stel u voor. Stel, binnenkort op dat hier vol Marokkanen allemaal met een dikke trui en een paraplu en zo. Ah! Hallo! Die durven dan niks te zeggen uit beleefdheid. Die komen dan thuis. Allee, Fatima, raar snuiters, die Vlamingen. Geniaal. Oh. Trouwens, het klopt ook niet, hè, by the way. Want een kwart van de Vlamingen is allochtoon, van allochtoonse origine, bleek dit jaar. Dus er had net zo goed in kunnen staan. De Vlaming drinkt al eens gare muntthee en eet couscous. En dat had geklopt. Hè. Ik vind het een goed idee dat je een gids geeft voor migranten met wat tips in. Maar zit er dan praktische tips in? Echt, dingen... Ik ben ook al een keer in het buitenland een paar maanden moeten gaan wonen. Er zijn zo kleine culturele dingen dat je niet weet als buitenlander. Hè. Belangrijke dingen, gelijk... Stella drinkt van het glas, Jupiler van het flesje. Zo'n ding. Hè? Dat is belangrijk. Of als je klinkt in doorgezien of 10 jaar slechte seks. Hè? Dat is... Maar toch niet zonnezever. Of misschien hadden we er nuttige dingen in moeten steken. Een beetje waarheid in moeten schrijven. Hè? Dat had misschien handig geweest. Gelijk, de Vlaming ziet er eigenlijk liever niet komen, dus houd er wel rekening mee. Dat is een nuttige tip. Hè? De Vlaamse identiteit. Dat weet je toch zelf, hè, wie dat wij zijn. Ik vond het zo'n vruchteloze poging. En weet je wat het is met identiteit? Dat is iets gevaarlijk om op te schrijven. Het wordt gevaarlijk vanaf dat je een identiteit opschrijft, want dan trekt een lijn. Dan zeg je, dit is mijn identiteit. En jij zit daar niet in. Als je een identiteit beschrijft, dan maakt je jullie en wij. En dat is gevaarlijk. Dat creëert problemen.
Hetzelfde is gebeurd destijds met jonge Marokkaanse Vlamingen bijvoorbeeld. Allochtonen, die spreken over oh, jullie Vlamingen en wij. En die hebben dezelfde soort identiteitscrisis doorgemaakt. Terwijl ik denk, dat is toch niet nodig. Je kunt toch in Vlaming zijn, in moslim. Dat is toch geen probleem? Je kunt toch in 5 keer per dag bidden, in altijd een paraplu meenemen. Dat moet toch niet per se elkaar tegenspreken?